De Nationale Bloedbank van het Rode Kruis heeft gisteren een vriezer en een koeler ontvangen van Fernandes Groep. De spullen hebben een totale waarde van 195.000 Surinaamse dollars. Fernandes deed de schenking in verband met haar 80-jarig bestaan. De vriezer is bestemd voor de opslag van plasma, terwijl de koeler bestemd is voor de opslag van testmateriaal. De kwaliteit van de bloedproducten is hierdoor gewaarborgd. Maria Chonaloy, medisch directeur van de bloedbank, zegt dat Fernandes reeds decennia lang ondersteuning biedt. Zo mag de trainingszaal van het bedrijf gebruikt worden door het Rode Kruis. In 2009 is de bloedbank ondersteund tijdens de avondvierdaagse met een thema waar het geven van bloed gestimuleerd werd. De medewerkers van Fernandes worden ook aangemoedigd om bloeddonor te worden.